Yo kijkers, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar jullie setups, want het is tijd voor aflevering nummer 26 van de multi-setups. Zorg er zeker voor dat jij je setup even instuurt als je dat nog niet hebt gedaan. Het linkje staat onder in de beschrijving hoe dat moet. Dus naar deze e-mail via Imgur. Zet er even leuke dingen bij wie je bent, wat je specs zijn, bla bla bla. En dan gaan we snel beginnen met de eerste setup van vandaag. De setup van Tijmen. Hij is 12 jaar oud, zit in het eerste van de VWO Gymnasium. Een van zijn grootste hobby's is gamen. En daarom stuurt hij zijn setup in. Veel plezier met kijken en tips zijn altijd welkom. Ziet eruit als een clean setup tot nu toe. Eén schermpje. Denk ergens een PC verstoppen, dat zien we vast zo meteen wel, denk ik. Of niet? Huh? Hij heeft wel muis en toetsenbord. Misschien doet die muis toetsenbord op PlayStation. Dat zal wel. De setup in het donker ziet er zo uit. Mooi wat lichtjes. Alleen jammer dat dan... Hij heeft hier letterlijk een lampje aan. Is dat die dan ook aan? Zal wel niet RGB zijn, dat doe ik niet aan. Ze setup op oogachten. Ziet er nice en redelijk clean uit. Kijk, hier en daar wel de kabeltjes. Maar die Funko popjes zijn ook net... Die game over dingen, die vind ik ook wel lachen. Wat je hierboven met een plantje, dat zie je nergens. Ik bedoel, ik heb geen één plant hier op mijn kamer. Oh wel, ik heb daarboven een plant, kan je niet zien. Maar ik vind dit heel, het zag er meteen heel fresh uit op een bepaalde manier of zo. Door die kutplant. Zijn toetsenbord en muis zijn de Battletrons, die zijn van de Action. Ja, wil ik binnenkort gaan upgraden, voor nu is het prima. Nou, ik kan dat ook zeker aanraden, upgrade die dingen. Nou ja, ze werken. Dat is het gewoon puur met die dingen van de Action. Ze werken en daar stopt het bij, ze zijn niet echt... Fijn. Ze zijn wel beter geworden. Ze waren eerst echt dramatisch. Hij heeft twee plankjes voor zijn persoonlijke dingen, zoals een tijger. Een TGT-tijger met een... Het lijkt alsof het van een kanaal is, maar ik zou niet weten wat TGT is. Maar dit, ik vind het er lekker clean uitzien. Alleen die Game Over dingen heeft volgens mij ook lampjes erin zitten. Als ik dat goed heb onthouden van dat ik dat ding een keer zag. Volgens mij kan je die ook aanzetten. Dit is ook een lampje. Veel kleine lampjes. Nice. Oh, hier. Zijn PlayStation 4, zijn main... Eigenlijk een 4 slim, hoho. Zijn main console waar ik al mijn games op speel. Spider-Man, FIFA, Fortnite, Rocket League, Uncharted. En bovenop staan 3 Funko Pops. En daarnaast nog wat games. Ja, ik denk dat er dus muis en toetsenbord een gamer is op de PlayStation. Volgens mij is dat dan juist heel lastig. Als je bijvoorbeeld dan Fortnite speelt. Omdat je totaal geen aim assist hebt. Maar dat koopt me daar niet op. En die Funko Pops zijn er ook net zo goed. En nou, oké, dit balkje is ook al best wel vol, hè. Maar je gewoon dit weghaalt, dat je daar de Funko Pops in zet. Of het past niet, dat kan trouwens ook. Maar je kunt bovenop de PlayStation een beetje zo'n rare... plek of zo. Maar ja, zijn keuze. Ah, hij heeft wel een goede headset. Hij heeft een Logitech G432 of 432. Dat is slim voor tijdens een game. Dan weet je in ieder geval dat je links en rechts en alles gewoon goed hoort. En dat je lekker geluid hebt, goed klinkt. En dat je je maten goed kan horen. Ja, peripherals voor de rest vallen een beetje tegen met die Battleton dingen. Maar daar komt verandering zij in nou, dat maar. En hij heeft nog een tweede setup. Hier staat mijn tv met daarop de Nintendo Switch. Oh, jezus, hij heeft ook nog een Switch. Hier speel ik eens op als er bijvoorbeeld vrienden zijn. En hij heeft hier nog een laptopje liggen, een Chromebook met een Apple sticker erop. Oké. En dat is het wel ongeveer. Ik heb nog nooit op een Switch gespeeld, bedenk ik me nu. Maar ja, die dingen... Hij heeft wel een mooie Switch. Met die Pokémon... Pokéballs. Ziet er grappig uit, dat ding. Alleen ja, hij gebruikt hem dus bijna nooit, behalve als er vrienden er zijn. Nou ja, mooi. Maar dat ding is toch gewoon letterlijk gemaakt dat je hem mee kan nemen en dat je hem kan dokken als je even op de tv zit. Maar zoveel mensen gebruiken dat ding gewoon om te dokken, omdat ze dan Nintendo-spelletjes kunnen spelen. Ja, het slaat nergens op, maar volgens mij is dat wel de reden. Zijn JBL-box, tijdens het gamen luistert hij daar muziek op. Ik snap niet hoe mensen met muziek kunnen gamen. Dat kan ik echt niet. Maar oké, prima. Als het jou... Nou, trouwens, singleplayers, dat kan op zich ook wel muziek op. Maar multiplayer met muziek op... Moet je mij niet voor hebben. Maar ja, lekker JBL-boxje. En zijn volledige setup. Zijn stoel zit vreselijk. Ik hoop dat hij hem tof vond. En dan was dit het. Ik snap zeker dat die stoel vreselijk zit. Ik zou eerder je stoel upgraden dan je muis en toetsenbord. Maar dat is jouw keuze. Het was hier namelijk echt een heel klein bureau, lijkt het. Nou, ook niet super klein. Maar niet echt een super groot bureau. Maar het wel gewoon 2 schermen opgekregen. Een PlayStation in het midden. Hij heeft niet echt een plek waar hij aan zijn huiswerk kan zitten. Maar hij heeft wel veel opgekregen. Oh ja, zijn kabels. Dit is niet best, nee. Kijk, je zou hier al kunnen beginnen door gewoon 1 grote stekkerdoos te kopen. In plaats van die 3, deze 2 kleintjes en dit oude vervallen ding. Dat kan ik je zeker aanraden. Is het dan een stuk netter en een stuk beter als je gewoon even 1 lange stekkerdoos hebt. Doe daar alles in. Ziet het er al netter uit. Voor de rest, timer. Het is zeker gewoon een ja, dual setup. Niet helemaal, maar het is een lekker setupje. Je zit nog in de eerste van VWO. Dus toen heb ik net mijn eerste scherm gekocht. Ooit. Ja, dat weet ik nog wel. Maar dat klinkt echt alsof ik vaak niet oud ben ondertussen. Maar het ziet er lekker uit. Hierop kan je zeker doorbouwen. Kijk dus inderdaad. Maat, fix je stoel. Ik bedoel, je muis en toetsenbord zijn kut. Maar op zo'n stoel krijg je gewoon een hernia van. Fix die gewoon eerst. En dan zou ik even muis, toetsenbordje. En ja, volgens mij heb je het allemaal lekker geregeld. Meer heb je denk ik niet nodig. Je game toch op de PlayStation. Je hebt je Chromebookje voor school. Perfect. Dus Tijmen, bedankt voor het insturen van je setup. Wij gaan snel door naar...
setup 2. De tweede setup is van Robbe. Stuurt de setup nog een keer in, omdat er redelijk veel veranderd is. Dan denk je, oh, wat was de vorige setup? Nou, dat was dit. Dit was de oude setup. Hier kan je een beetje zo in het hoekje zien. Nou, toen een dual monitor met zijn computer aangesloten. Ik weet niet precies wat ik toen heb gezegd qua aanbevelingen. Ik denk een PC. Oh, keyboard van Action. Ja, oké, ik heb sowieso het toetsenbord gezegd. Maar dit was de oude setup, dus dan weet je dat. En dus dit is zijn nieuwe setup. En ik zie meteen, het keyboard is geüpgraded. Hij woont in België, doet de richting keuken en restaurant. En als ik je wil vergelijken, hij zit in 0.7.1. Nummer 22 zit hier, dus als je dat nog wil zien, moet je hem even kijken. En zijn kanaal is Romaduze. Dat. In het donker, dat is deze foto, ziet setup er zo uit. Niet heel veel licht. Ik zou hier dus echt niet lekker kunnen gamen in de avond. Ik vind wat licht hebben best wel chill, anders krijg ik zoveel last van mijn ogen zo snel. Maar dat kan bij hem helemaal anders zitten. Hij heeft een 2 meter lang IKEA-bureau. Echt dat standaard IKEA, ach, hoe heet dat ding? Lidman desk, het standaard ding met 5 poten en dan nou, heeft hij hier nog een kassie. En een gaming chair. Ik moet zeggen, ik vond trouwens IKEA bureaus op poten de kutste dingen die er waren. Want die waren altijd zo wiebelig bij mij. Kan ook aan mij liggen hoor, maar ik vond ze altijd erg kut. Ja, hij heeft foto's waarop ik niet kan inzoomen. Het is heel irritant. Nou ja, zijn PC, hij heeft dus een PC gekocht, want die had hij nog niet. Nice! Hij heeft een MS Mac Z95 Gaming Carbon Review, dus een MSI moederbord, een Intercore i7, jezus, 10700K, een RTX 3080 Gaming X-Trio, een MSI Core Liquid K240, het zal wel de cooler zijn die hierboven zit, Corsair Vengeance 32 GB RAM, een terabyte Western Digital, nog wat denk ik dat dit fans zijn, en een MSI case. Hij heeft heel veel MSI spul, dat kunnen we zeker zeggen. Maar jezus, dit is echt wel een goede computer, hè? Ja, dat heeft hij zeker goed voor elkaar, Robbe. Dat is een mooie upgrade. Daarnaast heeft hij een RK61. Ik kan niet eens weten welk merk dat is op het toetsenbord. Dus in ieder geval de kleinste variant, volgens mij noemt dat mini. Mini of een small? Volgens mij mini, maar dan heb je letterlijk alleen de toetsen die je nodig hebt. Je hebt eigenlijk geen pijltjes toetsen, maar je hebt heel veel dubbele toetsen ook. Je kan dat heel klein zien, maar bijvoorbeeld alle 1, 2, 3, 4, 5, dat zijn eigenlijk ook zijn F-toetsen. Nou ja, sommige mensen vinden dat fijn als je toch alleen maar gamet. Ik ben meer van net even eentje groter. Net even, dit noemen ze voor mij 60% en dan 80%. Dat vind ik altijd net perfect. Maar dit is een 60% keyboard met red switches. RK61. Oh, zo heet dat ding gewoon. Een RK61. Nou, lachen. Mooi toetsenbord. Hij heeft volgens mij wel nog zijn Logitech G203 oude muis. Maar dat is volgens mij ook echt een prima muis. Dus ja, dan hoef je hem ook niet te vervangen. Oh, dit is wel leuk. Nice. Een Yama G Master G2230HS. Nog nooit van gehoord. Scherm. Hij heeft er 2 en die lijken allebei hetzelfde. Maar dat zien we zo nog meer over. Ik vind dit wel grappig gedaan door die, ik denk zijn meest gespeelde games zo in het midden heeft gedaan. Van ja, ja, dat is nice. Dat is nice. Enige kutte vind ik altijd dat bij mij 1 keer in de zoveel tijd dan doet of mijn ene scherm niet of mijn ander niet. En dan gaan al die icoontjes door elkaar. Dan doe je de HDMI-kabel eruit en dan ben je helemaal lul. Dus ja, ik heb dit wel eens gedaan. Ik heb wel eens mijn bureaublad helemaal gesorteerd. Heb ik nu nooit meer. Oh, die andere is een Yama ProLight. Het is een net iets ander schermpje. Nou ja, ze lijken allebei hetzelfde. En dat vind ik meestal het belangrijkste. Want anders heb je 2 schermen die compleet verschillend zijn en dat is gewoon kut. Hier, heb nog een mooie tele. Ik zie hier echt geen kut van. Dat je wel even in het licht kunt opnemen. Een telefoon standaard en opladen tegelijk. Dat is chill. Heb ik tegenwoordig ook. Dan kan ik ook nog mijn AirPods bij opladen. Dus hey, alles bij elkaar. Dat is gewoon super chill. Dit zijn van die kleine dingetjes. Als je die op je bureau hebt, is het echt top. Fijn dat we het bed nog zien. Oh, lekker ledschermpje daar. Zo'n muurtje. Nog een stoel, denk ik. En een jeetjes maat. Ik zie er geen kut van. Een plank met wat spullen. Oké, oh, dit is wel te zien. De mooie kast, alleen dan in het zwart. En de lage variant heeft hij een paar boxjes in gedaan. Of boxjes, noem je die dingen? Een paar dozen, nee, ja. Opberg dingen. Hij heeft er wel troep op staan, man. Ik bedoel, okay, dit is nog vol, denk ik. Dit is een beetje een zooitje. Dat heeft hij er net niet opgelaten. Het ziet er ook als een zooitje uit. Ja, dat is even een beetje jammer. Maar ja, voor de rest, lekker. Gewoon zo'n kastje voor al je. Nou, troep dus bij jou. En nog een paar dingen aan de muur die ik ook niet kan zien. Dat was mooi geweest als ik ze wel kon zien. Cable management dan. Poeh, dat is netjes. Dat hebben we zeker mooi gedaan, Robbe. Je hebt 2 schermen. Op zich gewoon een normale hoeveelheid kabels, maar doordat je de power brick aan de onderkant hebt vastgetaped, ziet het gewoon netjes uit. Je hebt alles ook even aan de onderkant met clipjes vastgemaakt. Dat heb je mooi gedaan. Robbe, wat kan ik je aanraden? Ik heb je koptelefoon helemaal niet gezien.
Dus ik weet niet of je een koptelefoon hebt of niet. Maar anders zou ik in ieder geval zeggen, kijk even naar een koptelefoon. Want nou, ik zou niet weten waarom je geen koptelefoon zou hebben. En de zakdoekjes even van de foto halen de volgende keer. Ik zit te denken, je bent wel een fucking goede PC. Misschien een mooiere muis. Ik bedoel, het best een lelijke muis. Een mooiere muis. En ja, qua beeldschermen, ik ken ze gewoon niet, de Iwayama's. Ik vind ze er ook niet heel mooi uitzien met best wel dikke randen. Dus muis of beeldschermen als volgende upgrade. Maar je hebt echt niks te klagen als ik het zo allemaal zie. En zeker je specs van je computer. Dat is helemaal top. Dus Robbe, wellicht over weer 5 afleveringen van de multisetups. Heb je die dingen ook weer geupgrade. En dan is het echt ziek. Neem dan wel even de foto's in het licht. Want nu kon ik er bijna niks van zien. En wat misschien een goede is deze blauwe muur. Je hebt helemaal niks ophangen. Hang er wat leuks aan. Hang wat leuks. Weet ik veel. Iets. Hang gewoon iets ervan op. Dit was weer voor deze week. Ja, het rad moest eigenlijk. Dat komt volgende week wel. Dus ik zie jullie volgende week weer bij het rad. Wil je meer multisetups zien? Laat zeker even weten in de reacties. Of doe een baan even omhoog. Dan weet ik het ook. Stuur je setup in. Je kent het allemaal wel. Ik ga er vandoor. Tot gauw. En ciao.